deze nieuwsuitzending. Die is ter ere, of in ere, van Alan Watt. So, Alan Watt is geboren in Schotland, als ik het goed zeg. Maar zeker te weten wat we vroeger Albion noemden. Die eilandengroep. Als je bij Scheveningen te ver doorloopt, hè, zeg maar, kom je er vanzelf. Vanuit Scheveningen een beetje naar het ja, iets zuidelijker aanhouden. Maar dan kom je door Engeland, dat hele gebied. Of United Kingdom. Of... lijkt dat Schotland. Hij praat heel mooi Engels. Hij heeft een... Niet van die ingewikkelde... You know, you were, essentially, basically. Nee, is geen boelkruip Engels. Dat is netjes Engels. Dat kan je verstaan. Dat moet je ook kunnen verstaan. Het is onvergeeflijk als je in deze tijden geen Engels kan. Tenzij je ouder dan 90 bent. Dan is dat je vergeven. Altijd in de achterhoek gewoond. En dan nog een keer gaan beginnen met Engels. Ja, oké. En als je Frans bent, dan, ja, dan heb je een grote taalachterstand. Het is echt verschrikkelijk. Fransen kunnen geen Engels. Stelletje mafketels. Wat denken ze wel niet? Bavie Bano en de rest gaat zo? Ja zo, oulalala, putain. Oula, ze tellen me trokie pas. Stelletje homo's. Ja, ik maak er maar een grapje van. Maar waarom denk je dat die Fransen twee keer verloren hebben van de Duitsers? Ja. Allebei de keren. Nou, die Fransen. Oh, die Engelsen moeten komen. En die Amerikanen. Ja, goed, het is Frans. Wat moet ik ervan zeggen? Dat is een Latijnse taal. Engels ook, by the way. Maar Engels is zwaar geïnfecteerd met met name Fries of Saxo. In het Fries spreek je niet van kaas, maar van cheese. En in zijn Engels is het cheese. Ja. You get the difference. Engels is een mooie voertaal. Iedereen kan het leren, hoor. En het enige wat je moet doen, is je moet er heel veel naar luisteren. Ja, maar dan moet ik zo'n taalkursus gaan downloaden in de Fix So Saai. Nou, dan heb ik een goed alternatief voor je. Je kan... Ik kon dat. Ik weet niet hoe. Ik had het zo geregeld. Ik had een vriend. Die heb ik nog steeds. Een heel aardige man. Uit een aristocratische familie dinges, maar... Nou, goed. Hij woont met een vilijne vrouw. Heeft hij mij verteld. Van ze is vilijn. Maar ja, hij kan niet anders. Want ja, hij heeft een uitkering. En zij heeft een goede baan. Hij is haar huisslaaf. Ja, met veel plezier. Ik ben vaak bij hem langs geweest. En dat deed ik. Want hij deed illegaal downloaden. Hij had het mij uitgelegd hoe je dat moest doen. Nou, dat ben ik uit gaan proberen. En toen kon ik mijn computer niet meer gebruiken voor mijn dagelijkse werk. Want plotseling, beep, beep, IP alert, blocked from. Shut the fuck, man. Dus ook al die illegale download software verwijderd van mijn computer. En naar hem toe, van nou, dankjewel voor de tips, maar dit gaat hem niet worden. Ik moet werken op die machine elke dag. En ik heb geen twee machines. Geen zin. Hij zei van, nou, dan doe ik het wel voor je. Ik zei, mooi zo. Nou, wat heeft hij gedownload? Dat waren de tv-uitzendingen van Star Trek. En dan vanaf Captain Kirk. Dus alles wat naar Captain Kirk komt. Dat is de Star Trek hupje pup met Captain Picard. Daar beginnen we mee. Space. The Final Frontier.
These are the voyages of the Starship Enterprise. To explore new worlds and new universes. Zo? Civilizations, ja. Okay, mooi gedicht, hoor. And to boldly go where no man has gone before. Ja, die kan je downloaden met Engelse ondertitels. En die verhaaltjes, ja, dat is voor de moderne mens zo simpel. Dat is net Nijntje gaat naar het bos. Ja. Als je even een beetje de hang of it te pakken krijgt, heb je zo in de gaten waar het verhaaltje over gaat. Ja, dan hoor je dat gesproken Engelse woord en je leest de ondertitel. En daar staat het vaak nog ietsje anders in. Dat is goed te volgen. En die klank, daar moet je gevoelig voor worden. Elke taal is een... Daar zit ook een bepaalde melodie in. Limburgs heeft een prachtige melodie. Het is niet voor niets dat Limburgers er niet van houden dat je geen Limburgs praat. Dan ben je net als een kraai tussen een meeuwenzwerm of zo. Je zingt het liedje niet mee. Nou, kraaien en meeuwen, maar kraaien en leeuwerikken. Allemaal leeuwerikken, al die mannetjes zitten. Oh, ik zit hier, ik heb een stijve pik. Want dat iedereen vindt dat zo leuk, hè, dat vogelgezang. En laten we er even een grapje over maken. Die vogeltjes, dat zijn alleen die mannetjes. En, ik ben geil, oh, wat ben ik geil. En het gekwetter in je oren. Ja, laat ik er maar een grapje van maken. Ik bedoel, dat is helemaal niet serieus. Maar Limburg, dat heeft een melodie. Hè? En dan stellen die mensen op prijs. Die zijn het ook gewend. Hey, Frans ook wel, hoor. Limburg hangt wel best tegen Frans aan. Maar Engels, daar gaat het om. Dat moet je leren. En niet zo'n klein beetje ook. En niet seffers, niet straks. Nee, heute nog, verdomme. Ik liep toch echt elke 2 weken, 3 weken, 2 kilometer lopen naar mijn vriend van die beroemde aristocratische ouder. Hij is dus niet meer rijk. Dat zwart schaap van de familie. Hij is ook nog een keer gearresteerd door de politie. En hij reed zo'n lullige scooter. Dat was alles. Maar ja, wel apenzat. Maar dat was alles. Mag dat tegenwoordig niet meer? Ja. Openbare dronkenschap of zo. Ja, mooi verhaal, die man. Ander is ook heel erg gaaf. Ja, ik moet het vertellen. Het is zo beautiful. Hij woont in Arnhem. En dan heb je hier in Arnhem heb je een wijk en die heet Lombok. En er zijn hele kleine arbeidershuisjes. Ik ben toen ook bij hem thuis geweest. En je vraagt je af van hoe hebben ze hier een gezin met 3 à 4 kinderen in kunnen proppen? Of was dat de bedoeling überhaupt niet? Zo in de kleine huisjes. Iets voor, ja, leuk voor een hobbit. Ja, daar zat hij dan in die tijd. En hij was wezen suipen met zijn filijne vriendin. In de kroeg. Ja, goed, het café de wacht. Okay. Daar hadden ze iemand mee naar huis genomen. En hij had de computer aangezet. Want hij wilde even gaan gamen. En zijn filijne vriendin had tegen die man gezegd. Van kom, zal ik je even het huis laten zien. Nou, dat vond die vriend wel goed. Oh, wat een drama wordt dat, man. Het is allemaal echt gebeurd, dus dat maakt niet uit. Het is al jaren terug, man. De zaak is al verjaard. Nou, die dingen gebeuren. Het is leuk om te horen, zo'n verhaal. Ik had echt medelijden met mijn vriend, die mij de illegale, heb ik gedownloade, Engelse taalkursussen.
de Roerier Blok. Nou, hij zit lekker aan zijn computer en hij denkt, waar blijven ze toch? Waar blijven ze toch? Dus hij loopt naar boven, naar de slaapkamer. En dan ligt zijn vrouw, ligt poedelnaakt op bed. En die man die is bezig om zijn kleren uit te trekken. En die kijken allebei naar hem van, wat doe je hier? Jij was toch aan het gamen. Ja, dat is echt heel mooi. En hij zei tegen die, die man die al in zijn blote niksie stond, zei hij van, het lijkt mij het beste als je nu gaat vertrekken. Ik moet echt mijn lachen inhouden. En die blote man, die zei, die zei van, nee, ik ga niet weg, want ik heb heel erg zin om nu te gaan neuken met de dichtstbijzijnde blote vrouw. Nou, die had ik er goed. Dit kwam er goed uit. Dat was toch verstaanbaar. Nou, dat werd een handgemeen. Ja. En mijn vriend, die illegale downloader van die aristocratische familie, die geregistreerd is voor openbare dronkenschap, hij stond op de winnende grond. He had winning ground. Het is zijn huis. Hij woont daar. En in die tijd had hij nog een baan. Dus waar zei ik jou over? En die vrouw, dan mag dan. Hij zegt dat het een vilijn ding is. Vooral als ze gedronken heeft. Maar het is zijn vrouw. Dus daar ga je niet zomaar overheen, of wel? Eerst toestemming vragen aan mijn aristocratische vriend. Je mag dan wel vervallen zijn tot het wonen in Lombok. Op dat moment hoor, hij woont er niet meer. In die tijd van die films krijgen we hem. Hij woont in een veel betere buurt nou. Een mooi huis. Een goede tuin. En een zolderraam op het zuiden. Geweldig. Uitstekende plek om wiet te laten groeien. En die man is dan ook zo iemand die hij heeft dus die wietplant waar hij nu woont. En dus kan niet vertellen waar. Ik krijg een sodemieter met de woningbouwvereniging. Nee, het is een koophuis. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij is geüpgraded. Anyway, op het moment met die man die dus die dacht van ik ga even lekker seks hebben. Want we hebben de hele avond gezopen en het was zo gezellig. En ik ben helemaal hier naartoe gewandeld. Nou, en voor die wandeling krijg ik toch wel een beetje kriebel tussen meteen. Dus nu mag ik er overheen. Dat is dus niet zo. Punt. No way. Als je die vilijne vriendin van hem wil neuken, dan vraag je dat eerst aan mijn aristocratische vriend. En dan wordt er een bedrag afgesproken. Of een fles whisky. Of whatever. Dan is dat de afspraak. En dan ben je de pooier van je vrouw. Wat zegt dit over die vrouw? Nou, we er toch even bij stilstaan. Waar is die vrouw mee bezig? Hele avond gezopen in de kroeg. Dan gaat er een man mee naar huis en dan denk je, mooi, dat is mijn toyboy. Hoe snel kan ik mijn slipje uitkrijgen? Hoppa. Nou, ik hou niet van dat soort vrouwen. Hij ook niet, hoor.
Oh, misschien toch wel. Of ja, op de een of andere manier. Je hebt ook van die vrouwen en die blijven dan bij een man die in een avond echt besopen thuiskomt. En zaggerijnig als de hel is. En dan krijgt hij losse handjes. Ja, maar hij houdt van mij. Ik denk dat dat in zijn geval niet het geval is. Ik denk dat hij zijn kansen afweegt. En denkt van, ik wil dit doen. Ik wil graag dat te doen. In zijn leven dan. Hè? Hij heeft een Joods gedachtegoed. Zo moet ik het zeggen. Ja, het modern Joods dan. Hè? Een soort Hosea. Een kleine profeet. In die dagen dat ik hem vaak zag vanwege de illegaal gedownloade films. Dat was om... Als mijn dochter at hier... gemiddeld 3 dagen per week. 3 avonden per week. Maakte ik avondeten voor haar. Dat was me goed dan. Ja. Niet chabot, chabillonnaise of zo. Nee, pasta zoals mijn moeder dat maakte. Lekker veel prei. Toen mijn dochter ook op een dag tegen mij zei van... Pap, dan kom ik in de supermarkt en wil ze snoep hebben of zo. Ja, zei ze, en dan zie ik precies wat we gisteren gegeten hebben. Want er zitten allemaal stickers op. Met 35% korting. Ze had me door. Ja, wat eten we vanavond? Nou, kortingsvoedsel. Ja, kom op. Ik vind vlees eten. Ik ben er niet... Ja. Zoals de mensen nu vlees eten... Dat is over de limit. En dan heb je de andere kant. En die mensen worden allemaal vegetariër. Maar dan denk ik... Dat is ook niet nodig. Niet nu. Ik hang er een beetje tussenin. Maar ik eet geen... Ja, ik eet dus vlees wat met 35% korting is. Want het gaat over een bepaalde datum heen. En dan wordt dat bakje, inclusief kortingsticker, dat wordt in de vuilnisbak gegooid. Ja. En dan rot het weg. Ja, kom nou maar hier met het vlees. Vlak voordat het gaat bederven. Toch? En geef mij een stuk vlees. Daar maak ik wel wat van. Curry, daar ben ik erg goed in. Daar heb ik ook verder geen... boter is wel fijn bij de curry. Dat geeft wel een dinges. Maar dan zou ik gaan voor die hele dure boter. Die geklaarde boter. Dan heb je alleen de boterboter erin. Dat is echt wel lekker. Dat die curry zo aan je lippen blijft plakken. Je helemaal vette lippen krijgt. Dat is heerlijk. En dan ongelooflijk heet natuurlijk. Ja, maar dan kreeg ik scheterij. Ja, dat is me goed ook, want je hebt vlees gegeten. Ja, maar je moet... Snap je de grap? Ja, ik ben helemaal geen vleeseter. Helemaal niet. Ah, je hebt je zo'n zeik van een koe. Vooral stieren. Die worden lastig hoor. Als stieren een beetje oud worden. Ja, wat moet je ermee? In Pamplona, dan hebben ze nog een beetje gein met die stieren. Die laten ze dan lossen. Hoppakee, dan gaan we allemaal lekker stieren dansen. Ah, dan heb je nog wat aan die beesten. Maar voor de rest, wat heb je eraan? Die stieren maken alleen maar ruzie onder elkaar. De koeiengemeenschap, dat is een matriarchaat. Van de koeienvrouw, die is de baas. En al die mannetjes, die vechten om de eerste plaats. Dat is precies de mensen. Ja, je kan blijven lachen. Maar terug, we blijven bij het onderwerp, want we hadden het over Alan Watt. Ik weet niet, bezopen of stoned of zo. Ben je hem af? Ik probeer na te denken. En ik probeer mij voor te stellen dat ik omringd ben met mensen die ook proberen na te denken.
Een beetje afstand nemen van die wereld. Ja, maar ik geloof dat de Vietnamoorlog hele mooie films heeft opgeleverd. Met name die van Francis Ford Coppola. Apocalypse Now. Ja, zeg maar. Kijk die film nog een keer. Oh, en trouwens, luister goed naar dat Engels. Nou, even terug naar de Engelse les van mijn dochter. Zij at 3 keer in de week met mij. En dan aten we dus pasta à la mama. Of, wat je echt varieerde ook. Paleolithisch gekookt. En, vanavond geen koolhydraten. Nee. En dan maar een enorm stuk vlees. Goed te doorbakken. Lamskoteletjes, lamsnek kan ik ook klaarmaken. Ossenstaart, kom maar hier. Een koeientong kan je hier in Nederland niet kopen. Ik zou niet weten waar, dat moet je bestellen. In Frankrijk ligt dat in de supermarkt. Is lekker hoor, koeientong. Ja, maar ik vind het een vies idee om de tong op te eten van een koe. Ja, dat is best, maar dan gaat die tong van die koe... Waar gaat hij dan naartoe? Wegrotten ergens? Die wordt vermalen tot kippenvoer? Eet hem op. Ik denk dat je hier in Arnhem koeientong kan bestellen. Ik heb al zo mijn adresjes. En dan zitten we lekker te eten. Maar, ja, als mijn dochter dan binnenkwam bij mij, dan vroeg ik aan haar van... En, leuke dag gehad. Hè? Alles kids, achter de rits. Ja, dan zegt ze 1 à 2 zinnen en dan begint ze een heel verhaal. En dan denk ik, ja, dat verhaal interesseert me niet. Het is een fantasie over wat er vandaag gebeurd is. Een soort interpretatieverslag met ongelooflijk veel bijzinnen. Met andere woorden, shut the fuck up. Maar dat zeg ik dan niet, dat hoeft ook helemaal niet. Ik zeg van, oh, okay, ik val er in de reden. Oh, je hebt een leuke dag gehad. Ja, en wat moet je allemaal doen vandaag? Huiswerk maken en dat soort dingen. Nou, zegt ze, ik moet dit en ik moet dat. Ik zeg, mooi zo. Ah, goed, en dan begint dan de... krijgt ze dan een hapje en een drankje. En dan gaat ze op de eigen kamer zitten. Maar dan komt het avondeten. Ja, en het avondeten. Zij is geen snelle eter. Die neemt hapje voor hapje. Dan zit je rustig een half uur over een kommetje pasta à la mama. Ik heb haar niks te vragen. Want ik heb toch al gevraagd van alles kids achter de rits? Nou, toen kwam er dus, ja hoor, goed. En dan kan ik aan die klank al horen wat goed betekent. En dan komt er allemaal bullcrap uit. Ja, laat maar zitten. En dan zitten we samen, zo met een kommetje en een lepeltje. En dan denk ik van, kom, we gaan elke keer bij het eten een filmpje kijken. Ik heb een beamer. En een projectie. Nou, dat is echt wel leuk creatief gedaan hier. Een soort bioscoop. Ja, Star Trek. Hoppakee. En we keken 1 uitzending per diner. En soms 2. Ja. 1,5 of zo. En mijn dochter kent Engels. Maar jullie kunnen dat toch ook? Je kan toch ook illegaal downloaden met Engelse ondertitels? Dus op Star Trek kan dat... Oh nee, dan moet je de peer-to-peer of zo. The magic word is hide my ass. Want als ze erachter komen, ben je de lul. Dus je moet via een proxy moet je werken. Of je bent zo slim als ik, dat je iemand kent van een aristocratische familie. Die dat wel even voor jou doet.
terug naar die slaapkamerscène. Ja, wat er gebeurd is, is dat mijn vriend, die heeft zijn rechtervuist gebruikt. En een dreun verwoord. En hij heeft echt hele lelijke dingen gezegd, zoals sodomieter op. Hij heeft mij dat hele verhaal verteld. Ik zei tegen hem, ik ben trots op je. Dat heb je goed gedaan, jongen. Ja, zei hij. Maar die vriend, die is naar de overheid gegaan. Naar de politie. Dat is echt... Dat vertelde hij. Dat is mijn aristocratische vriend. Wij waren, laat ik het zo zeggen, wij waren openbaar dronken. We hadden allebei in Café de Wacht gezeten. Maar dat gaat dan dicht. Ik weet niet waarom, maar dat vinden ze leuk of zo. Die tent ging dicht. Maar dan gaan er weer andere dingen juist floreren. En mijn vriend had gezegd van kom, we gaan nog kijken naar de florerende tenten. Ik zei, dat is goed, jongen. In die dagen had ik echt nog wel een patiënt, hoor. Op naar de vodka of zo. En toen vertelde hij tegen mij, nadat ik hem verteld had, dat ik trots op hem was, dat hij die vent, en die ken ik ook, die in zijn blote niksie stond, die heeft hij dus een klap voor zijn bek gegeven. Niet zo'n klein beetje ook. De andere kant van het verhaal ken ik, hoor. Want die man die heeft zijn toenmalige vriendin gebeld en gezegd, ja, straks er zit een tand los en ja, straks gaat hij eruit en dan zie ik er voor eeuwig lelijk uit. Dat hoort nog niet ook. Ik denk van nou. Maar dat was later. En vertelt mijn aristocratische vriend van dat de hele boel voor de rechter had moeten komen. Ik denk mooi zo. Dus dan gaat die blote man. En die gaat alsnog betalen voor het bekijken van het blote lichaam. Van de filijne vriendin van mijn aristocratische vriend. He? Dat heet toch rechtvaardigheid? Nederland omkomen. Hoi man. Hij vertelt mij, tot mijn stomme verbazing, om 3:00 s'nachts, op straat, openbaar dronken. Hij zei, ja, de hele boel kwam voor de rechter. En ik heb 40 uur werkstraf gekregen. Ik was stom verbaasd. En ik zei tegen hem, ik ben trots op je. Want hij droeg dat als een held. En ik heb het bij hem ingewreven van kijk, iemand wilde je wijf neuken zonder jouw toestemming te vragen. En toen werd jij gewelddadig of geweldig. Dat vond ik goed. En dan is er een nog grotere in de reet neuker. En die zegt van bovenaf, oh, werkstraf. En dat draag jij? Die vilijne vrouw kan trots zijn op jou. Want ik ben het ook. Het is een mooie boel. Als je een beetje oplet wat er allemaal gebeurt in het leven. Heel veel mensen racen eraan voorbij. Ja, dan maak je ook niks mee. Dus het allerbeste is om zo vroeg mogelijk je alcoholdiploma te halen. En zet het op een zuipen. Dan hoor je nog eens wat. En dan zie je ook de aard van mensen. Want die man in kwestie, die in zijn blote lul een klap voor zijn bek kreeg van mijn aristocratische vriend. Ja, die homo, die ken ik. Ik dacht altijd al, wat een mafketel. Maar misschien zijn alle mensen wel zo. En die vriend die in zijn blote lul voor de bek geslagen is, die is tegen een vrouw aangelopen.
Dat is een portret, jongen. Charles Bukowski, ik weet niet of jullie die kennen. Hè? Dat is een Duitser. En die is met zijn ouders verhuisd naar Amerika toen hij 8 was. Oder sonst. Die is als kind mishandeld. En hij is op... Ja, hij was een lapswans. Hij zette het op een suiper. Gewoon elke dag dronken. Geen gezeik. Ja, als je geen geld hebt, ja, dan kan je niet suipen. Ja. Maar hij was wel... Hij bleek uiteindelijk heel goed te zijn in paarden gokken. Daar haalde hij geld mee binnen. Hij kon die schema's lezen. Of had gewoon mazzel omdat de heren dat zo bedoelden. Ik denk het laatste. Het is een lapswans. Hij is dood. Maar Charles Bukowski heeft fantastische boeken geschreven. Dus als je klaar bent met luisteren naar Alan Watt, ga Charles Bukowski lezen. En in het Engels, AUB. Amerikaans. Er is een boek dat heet op zijn Nederlands Het Postkantoor. Zijn eerste roman. Beter lees je het op zijn Engels. En zoek even die paar woordjes op die je niet weet. Je weet dat translate.google.com. Ja. Dan koop je The Post Office van Charles Bukowski. En dat is de Amerikaanse Bukowski op zijn Duits, maar Bukowski op Amerikaans. The Post Office. Dan koop het. Alle woorden die je niet begrijpt, zoek je op translate.google. En dan kan je weer lekker doorlezen. Leer Engels. Dat is erg belangrijk. Het is een klote taal. Het is algemeen begrijpelijk. Het is het Engels gelukt om dat te zijn wat bedoeld was met Esperanto. Of IO. Die andere taal heette IO, volgens mij. Iedereen kan Engels. Weinig mensen hebben wat te zeggen. Dat is het grootste probleem. Heel veel mensen krijgen taal geleerd. En die gaan dan die taal gebruiken. En dan denk je, oh, hou op. Geen onzin alstublieft. Iemand als Mark Rutte. Ja, die kan praten, die kan Nederlands, die kan waarschijnlijk ook Frans. Maar er komt geen bal uit. Wat zegt die man nou? Ik heb nog nooit een frase gehoord van Mark Rutte. Behalve die ene frase. Nee, en dat was die andere man. Maar die zei dan tijdens... na een verkiezingsoverwinning... zei die... En nu wil ik een biertje. Toen dacht ik, nou, nu begrijp ik wat je bedoelt. Dat zou ik ook wel willen. Ook al had ik de verkiezingen verloren. En je wilt toch een biertje? Ja. Maar dat begreep ik. Maar voor de rest begrijp ik die mensen niet, hoor. Voor geen meter. En dan lees ik dan... lees ik op internet en hoor ik van Alan Watt... dat ze een agenda hebben... en een plan. Een agenda is een plan, hè. Ze hebben een plan. Maar dat plan, dat deugt helemaal niet. Hun grote probleem is... dat ze onderling verdeeld zijn... Ze zitten allemaal te wachten op de val van de volgende paus. En dan gaan ze opnieuw een landje verdelen. Ze zijn helemaal geen wereldorde. Ben jij maf? Vroeger deugde het niet in de tijden van de Inquisitie. En daarvoor deugde het ook niet in de tijden van Babylon en Egypte. We slaan die stomme piramides eigenlijk op, man. Wat heeft er voor nut gehad om die stenen op... Ja, dat... En dan gaan ze allemaal lopen zeuren van... Ja, niemand weet hoe ze gebouwd zijn. Nou, ik weet het wel. Toch? Oh, niet? Hoe bouw je een piramide? Ik geef je 30 seconden na te denken. Ja? Wat we hebben tot beschikking is een enorme hoeveelheid zand.
En kamelen, en nijlpaarden en water. En kalk heb je er ook voor nodig. Je moet kalk hebben. Maar dat is er ook, kalksteen. Nou, dan ga je als eerste een tekening maken van hoe de piramide eruit moet komen te zien. En hij moet zo breed zijn en dus zo hoog. De hoek van de piramide moet je bepalen. Maar die piramide is niet een solide geheel. Dat is niet alleen een stapeling van stenen. Nee, daar moeten gangen in zitten en dus ruimtes. Nou, daar maak je een mooie tekening van. En dan weet je, dan kan je al die blokjes die je dan nodig hebt. Dat is een soort Lego idee. Die geef je een nummertje. En dan maak je met hout precies de juiste mate. En dan giet je daar meuk in. En dat is dan zand vermengd met kalk, met beender of zo. Ja, gewoon stenen bakken. En al die stenen, die bak je precies op maat. En dan is het een kwestie van schuiven. En niet die steen gaan bakken op 500 kilometer afstand natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet nodig. Die bak je daar waar het nodig is. Je begint met eerst ga je een gat graven. Dat is erg belangrijk. Die piramide die moet een fundament hebben. En daar begin je met de grondstenen. En daar begint het. Ik ben bij een lezing geweest van de Theosofen. Dat zouden jullie ook moeten doen. En er was een vrouw die... Ja, eindelijk een keer mocht een vrouw in de Ecclesias wat vertellen. Want die Theosofen die zijn net zo seksistisch als wij. En die was met twee vrijmetselaars naar Egypte geweest. En zij was die grote jongen binnengegaan. Cheops of zo. Helemaal uitgelegd dat het verhaal dat het een graftombe is voor de heerser van die dagen, dat is niet waar. Het is geen graftombe voor het lichaam, nee. Het is een graftombe voor de geest. Met andere woorden, een spookhuis. Het werd gebruikt om het ego van de nieuwe leider te killen. Dat, zo denken ze. Dus je hebt een Führer nodig. En zij noemden dat Farao. Maar dat is hetzelfde, een Führer. De leider. En die moet gekozen worden. En niet door het volk natuurlijk. Hè? Maar die moet gekozen worden binnen de kring. En dan maken ze dus zo'n piramide. En daar wordt uiteindelijk iemand ingestuurd. En die begint... Die gaat onderin de piramide beginnen. En waar die naartoe... strompelt, glijdt, whatever. En dan komt hij onderin de piramide terecht. En dat is een doodlopende weg. Zo'n cul du sac, daar begint het mee. Dus jij bent als aristocraat, je bent 18 of zo, 16. En je bent uitverkoren. Dan word jij dat ding ingestuurd. Waar nooit iemand in komt. Dus jij weet niet wat er is. Dat is een totaal geheim. En jij mag die piramide in. Ha, 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 ha. Er is geen lampje, hè? Geen elektriciteit, helemaal niks. Het is een totale duisternis. En je zit 10 meter onder de grond, 20 meter onder de grond. In een asymmetrische ruimte. Hebben ze ook nog over nagedacht. En dan er is ook tegen je gezegd. Als je hier uitkomt, ben je dood. Of maken we je dood. Zoiets.
Als je de weg terugneemt, ga je dood. Zo is het. Maar je kan niet verder. Je zit dus onder in die piramide. Volg je me nog? Maar je kan niet verder. Je bent uitgetast. Je hebt de ruimte betast. Nou, die is asymmetrisch. En meer niet. En boven je zitten duizenden kilo's. Dat realiseer je je ook op dat moment. Als aristocraat. Onderin de piramide van Cheops. En dan slaat de angst toe. En dan denk je, nou, dan maar dood. Want als ik hier blijf, ga ik ook dood. En dan kruip je omhoog. En dan zie je de opening in het plafond. Die jij bij de nedergang niet vond. Maar omdat je omhoog kruipt in het donker, en dan ben je overal aan het voelen. En, ja, en dan voel je dat gat. En dan ga je dat gat omhoog. En dan kom je uiteindelijk in de koninginnenzaal. En dan in de koningszaal. Dat wordt nog heel erg klauteren. Ja. Heel scary. En daarbinnen zitten allemaal mensen. Ook nog een keer. Er is dus nog een ingang in de piramide. Namelijk voor de gasten. Er komt ook nog een publiek. Net als in Eyes Wide Shut. Een publiek. Mensen met gewaden. Maskers. Die alleen maar toekijken hoe jij doodgaat. En de laatste fase is dat je een podium op moet klimmen. En dat is best hoog. Het is te doen. Een jongeling zou het moeten kunnen. Maar dat wordt klimmen. Springen. En dan ben je op het podium. En wat vind je daar? Daar vind je een tombe. En daar moet je in gaan liggen. En die tombe die zit precies geometrisch in een soort middelpunt van de structuur. Precies op het goede puntje. Ik heb de schema's gezien. Die vrouw had een overheadprojector tot haar beschikking. En die gingen van die blaadjes gingen erop. Dus ja, zo ziet hij eruit. Daar zit die zaal, daar zit die zaal. En moet je zo lopen. Uiteindelijk moet je doodgaan. Je moet sterven van angst. Dat zien die Babyloniërs. Dat is Babylonische gedachtegoed. Daar gaat het om. Heidens noemen wij dat. Zo zien ze dat. Dat je een ego. Wat is je ego? Ja, je ego is je vrije wil. Wij christenen doen niet aan vrije wil. Is ons vreemd. Hè? Maar neem iemand als John F. Kennedy. Ja, die heeft wel hele domme dingen gewild. Ja. Hij kreeg te horen. John F. Kennedy was katholiek. Hè? Ja, die kreeg te horen dat kardinaal Spelman. Waarvan John F. Kennedy wist dat kardinaal Spelman. Dat was de klojo achter de Vietnamoorlog. En John F. Kennedy vond de Vietnamoorlog helemaal nergens op slaan. Wat doen we daar? Als je ook de grondwet erbij pakt van Amerika, is dat een illegale oorlog geweest. Wie moet er geholpen worden? De Zuid-Vietnamezen zijn zielig. En we moeten de Zuid-Vietnamezen helpen om te vechten tegen de Noord-Vietnamezen. Ja, waarom? Waarom niet de Bulgaren vragen? Of de Roemeniërs? En komt die hulpvraag van de Zuid-Vietnamezen? Ja, wie dan?
Welke Zuid-Vietnamees heeft er gevraagd aan Amerika om te komen helpen omdat die Noord-Vietnamezen zo vervelend deden? Welke Zuid-Vietnamees? Ja, maar het was toen een Franse kolonie, dus dan moet je zijn bij de Franse regering. Wacht even, het klopt. Zuid-Vietnam was een Franse kolonie. En toen werd Noord-Vietnam vervelend. En toen dachten die Fransen, laten wij de Amerikanen bellen? Oké. Dus het waren de Fransen die aan de Amerikanen hebben gevraagd om te helpen tegen de Noord-Vietnamezen. En snap jij het nog? Nee, dat was kardinaal Spelman, homo. Zuid-Vietnam was een lappendeken. Een hegemonie, heet dat dan. Een harmonie in verscheidenheid. Ah, er is een tijd geweest dat er een verschil was tussen de Groningers en de Vriezen. Die tijd is voorbij, want iedereen is even werkeloos of wat dan ook. En de frictie tussen de Groningers en de Vriezen, die speelde zich af tijdens de paasfeesten. Of weet ik van wat, die allebei, dat schept een band tussen de Groninger en de Vries, dat ze het best vinden dat je in een boerenschuren met de hoempa 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 muziek. En dat maakt niet uit wat voor weer het is, als het bier maar koud is. En dan gaan we lekker meppen over een meisje. Kijk, en zo was Zuid-Vietnam ook. Ja. Totaal vredig, maar niet katholiek. Dat was het grote punt. En Noord-Vietnam was katholiek. China is het communistisch. Mao Tse-tung is van de paus. Dat is een katholiek. Zou die laag goed in de gaten. En China was al helemaal katholiek. Nou, Noord-Vietnam was ook katholiek. Maar het zuiden van Vietnam, dat was een soort Bretagne van Zuidoost-Azië. Niemand zocht daar wat aan van een ander. De overheersende religie, en dat is helemaal geen religie, het is een levenshouding, dat was boeddhisme. Mensen die begrepen wat Boeddha bedoelde. Van niet hechten, klojo's. Dat is alles. Wat wil je dan in het leven? Wil je een boot en een vrouw en 5 kinderen? Waarom? Ben je eraan gehecht? Ga dan weg. En dat hebben ze met hulp. Amerika werd ingeroepen om Zuid-Vietnam te helpen. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben Zuid-Vietnam kapot gemaakt. Dat was kardinaal Spelman. Die man is inmiddels dood. Je mag aan Jorge Mario Bergoglio gaan vragen van hoe zit het met Spelly's War. Want zo heette het. Spelly's War. Is begonnen in 1955. En die oorlog konden ze maar niet opstarten. En ze konden het maar niet opstarten. En toen kwam John F. Kennedy. En die zei, hou op met dat stomme gedoe. Want dit mag grondwettelijk niet. En John F. Kennedy die kwam ook achter die scam met de Federal Reserve Bank. Wat helemaal niet federaal is. Dat is een private onderneming. Wat is dat voor idioterie? En je mag van mij best een drukkerij beginnen. Tuurlijk, waarom niet? Van mij mag je drukken. Maar dat jij als enige geld mag drukken. En denk, wauw. Kijk, je grondstoffen, dat is een stukje papier, wat inkt en wat leuke dingetjes erop. Een leuk design, maar dat is eenmalig. En in onze tijden hadden wij nog de vuurtoren en de zonnebloem.
kon je duidelijk het verschil zien tussen een dubbeltje en een kwartje. Een 50 cent, dat heb je helemaal niet nodig. Dat is 2 kwartjes namelijk. Of 5 dubbeltjes. Jammer dat die centen, die gingen er als eerste aan. Hè? Dat niemand een cent nog interessant vond. Geldontwaarding is dat. Ja, ik hou wel van muntjes, maar er moeten wel veel getallen op staan. Niet 1 cent, want daar heb ik, vind ik waardeloos. Nee, ben je stom. Een cent is toch een cent? Een cent, de waarde van de munt, die zou gekoppeld moeten worden aan de harde werkelijkheid. En geef een cent waarde. Laat een cent waarde hebben. Dat was ook met het nieuwe monopolie. Het was precies datzelfde spel. Alleen 1 was vervangen door 100. Ik denk, ja, wat heeft het voor zin? Ja, het is allemaal 100 keer zoveel. Ja, maar het gaat toch om het monopolie, hè? Ja, kennelijk tegenwoordig willen mensen nulletjes zien. Ja. Wat betekent tegenwoordig miljonair? Ja. Wat heb je tegenwoordig aan 100.000 euro? Het is weg voordat je het weet. Ik heb ook gehoord dat er worden horloges verkocht voor 10.000 euro. Dus ik zo. Nee, dat is geldontwaarding. Ja, toch? Ik heb helemaal geen horloge en ik weet altijd hoe laat het is. Rara, hoe kan dat? Nou, ik geef 20 seconden. Ik heb een Nokia. Met een nieuwe batterie erin. Echt een nieuwe Nokia. Van 50 euro. Goed die apparaat. Zo klik. En dan zie je hoe laat het is. En mijn Nokia heb ik altijd bij me. En mensen kopen dan een horloge voor 10.000 euro. Is de euro zo weinig waard? Yo mensen, vandaag om te weten hoe laat het is. Als je niet zo slim bent zoals Peggy Winkel met zijn Nokia. Toem toedeloem toem toedeloem toem toedeloem toem toedeloem toem toem toedeloem toedeloem toem toedeloem. Dat is een mooi nummer hoor. Dat is een Finse componist. Nou, voor die mensen die niet zo slim zijn zoals Peggy. De prijzen om te weten hoe laat het is, zijn weer enorm gestegen. Ja. Ik zat laatst op het terras en daar kwam ik Marcel tegen. Die heeft een Duitse vader en een Indonesische moeder. En bij hem kan ik ontzettend lachen. Ik kan tegen hem zeggen... Hé, hey, geile Duitse. En dan kijken allemaal mensen in de kroeg. Die kijken naar ons en denken, hebben jullie ruzie? En nee, dat lukt niet. Hij is een Duitse. Ik raak een Duitse op afstand. En die doet dan, echt heel schattig hoor. Hij doet een horlogehandel. Hij koopt horloges, marktplaats, whatever, te scoopen. En dan gaat hij met zo'n horloge gaat de kroeg in. En dan bestelt hij een biertje, want hij is officieel alcoholistisch gediagnosticeerd. Dus dan mag je bier drinken, toch? En hij heeft een uitkering en hij lacht zichzelf kapot. En dan verkoopt hij horloges op het terras. Ik heb er ooit een van hem gekregen... Die was goed, jongen. Dat was een storm.
Dat horloge moet je hebben. Dat is erg goed. Het is elektrisch. Dus ouderwetse elektronica. Heel laag energieverbruik. Want het beeldscherm staat de hele tijd uit. Dus, je hebt om je pols niets meer als een stukje zwart gat. En als je wil weten hoe laat het is, dan moet je... Nou, ik draag dan mijn horloge, als ik hem draag, aan mijn linker pols. Dan moet je met je rechterhand even op een knopje drukken. En dan schiet het beeldscherm aan. En dan weet je hoe laat het is. En programmeren daarvan, want hij heeft geen NNTP. Dus dat heeft je Nokia wel. Die maakt connectie met... je Nokia weet... Nee, je Nokia weet het ook niet. Die moet je ook... Nou, maakt niet uit. Maar zo'n ding dus echt helemaal niet. Maar die moet je dan programmeren om te weten hoe laat het is. Die kreeg ik van hem. Ik zei nou... En later wilde hij hem terug. Ik zei, nou, natuurlijk. Ik droeg hem toch niet, want ik weet hoe laat het is. Zonder meer. Ik weet één keer hoe laat het is en ik denk, hoe laat is het? Oké, het is nu 2:05 in de middag. En dan weet ik dat toch. En zo dadelijk gebeurt er dan van alles en dan denk ik van hoe laat is het? Oké, toen was het 2:05. Ik heb dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Dus is het nu 3:30 of zo. Dat weet je toch. Ik vond het een mooie dwalende uitzending over Alan Watts. Ik wil afronden, want jullie de boodschap goed oppikken. En die boodschap was, luister naar Alan Watts. En dat is in het Engels. En ja, download een taalkursus. Of op Netflix. Kijk maar een of andere stomme film op Netflix. En dan doe je die ondertitels, kan je kiezen. Engelse ondertitels. Doe het. Een of andere gangsta movie. Maar maak het uit. En juist als je Netflix kijkt, dan kan je heel makkelijk een nieuw tabblad openen. Met translate.google.com. Doe het. Maakt me niet uit wat je kijkt. Al die Netflix-meuken zijn even stom. Star Trek trouwens ook. Ik heb mijn dochter dus gekeken vanaf Captain Picard. Star Trek Voyager of zo. En daarna Captain Hathaway. Hathaway. Maar dat was ook nog wel leuk. We hebben moeten lachen. Ik en mijn dochter lekker van die pasta à la mama een beetje weglepelen. Oh, zal ik je even vertellen hoe je dat maakt? Dus niet zo moeilijk. Je begint met hoeveel mensen je te eten krijgt. En dan per persoon 70 gram vet varkensvlees. Dat mag ook schouderkarbonade zijn. Maar varkensvlees moet erin. En kijk maar wat er in de aanbieding is. Dus als je een schouderkarbonade neemt, dan heb je een scherp mes nodig. En dan snij je dat bot eruit. Dan moet je even voelen waar dat bot zit. Misschien dat je dat bot nog... Dat bot kan je nog gebruiken voor een bouillon. Ik zou het niet gelijk weggooien. Maar als je van dat bot een bouillon wil maken, moet je dat bot eerst breken. Dat gaat om dat merg wat erin zit. Nou, je hebt zo'n schouder. Laten we uitgaan van schouderkarbonade. Niet van het dure, vetloze varkensvlees. Niet. Nee. Doorregen moet dat zijn. En anders maar spek. Nou, niet waar. Wat maar goedkoop is.
Nou, dat snij je in dobbelsteentjes, kleine blokjes, een centimeter bij een centimeter ongeveer. Nou, dat heb je gedaan, uien schoonmaken. Dan moet je maar kijken hoe je dat zelf het makkelijkste vindt. Ik begin altijd bij dat stuk waar de wortels zitten van de ui. En dat snij ik als eerste af en dan pel ik hem. En niet te zuinig pellen. Als je een oude ui hebt, ja, die weken stukjes allemaal, gooi ze maar weg. Dat je een mooi stuk witte ui hebt. En dan een paar, dan moet je rekenen op. Ja, je hebt zoveel mensen die komen te eten. Dus een ui per. Nou, dan heb je nodig paprika poeder. En dan zou ik gaan voor een kwaliteitspoeder. Dus niet hier de Spar supermarkt inlopen en dus paprika poeder halen. Maar ga naar de Turk. We hebben een toko hier, Toko China. Daar werken Rotterdammers. Maar, ja. Haal daar een paprika poeder. En ga voor die pikante. Nou, die uien erin. Ja, oh, je hebt je gechopt. Hè? Chop, 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 chop. Maakt niet uit, een beetje kleine stukjes. Maar het gaat toch keihard in de dinges. Je begint met arachideolie, zou ik doen. Dat is een lekkere olie. En die kan heel veel temperatuur verdragen. Dus geen olijfolie, dat is niet nodig. Die kan je wel gebruiken, maar dat komt zo dadelijk nog. En dan ga je de uien braaien. En onderwijl heb je het water opstaan voor de pasta. En dan ook weer bij pasta even meten hoeveel personen je hebt. En meestal een handje pasta per persoon is genoeg. Die pasta lekker koken. En daar kan je die olijfolie bij gebruiken. Hoef je niet echt dat maagdelijke te hebben. Dat heet virgina. Dat hoeft niet per se. Als het maar een goede smaak heeft. Het gaat toch maar door de macaroni heen. Niet over de salade. Het is gewoon een normale olijfolie. Nou, lekkere scheut olijfolie in het water, zou ik zeggen. En dan doe je die macaroni of whatever, doe je erin. Ik zal macaroni nemen. Dus vrij goedkoop. En het hoeft niet per se een hele smakelijke, dure macaroni te zijn gekocht in die Italiaanse specialiteitenwinkel. Nee, neem maar gewoon zo'n pak macaroni uit de supermarkt. Want de smaak die gaat komen van wat jij aan het maken bent. Want je bent begonnen met uien. Nou, die uien die laat je lekker een beetje glazen. En dan doe je alvast wat paprika poeder erbij. En dan moet je even kijken of er nog wat olie bij moet. Misschien een klontje boter. Wat je maar lekker vindt. En dan die brokjes varkensdinges erin. En dan gaan we het vuur hoog doen. En dan moet je een houten lepel hebben. En dan goed alles, vooral die hoekjes moet je in de gaten houden. De voorkeur is, want je kan een lepel hebben met een ronde vorm. En je hebt ook een lepel met een platte onderkant. Het lijkt een beetje op een spatel. Dan spatel je de boel in de ronde en hou die hoekjes van de pan in de gaten. En nee, we doen het vuur niet omlaag. Nee, we gaan bakken. Zwaar bakken. En paprika poeder erbij. Ja. Nou, die andere, wat erbij moet, dat is prei. Nou, prei kost geen drol. En hoe maak je een prei? Hoe doe je dat? Nou, overlangs snij je hem door en je laat het voetje heel. En dan krijg je vier, ik doe dan twee keer doorsnijden. Dan heb je vier slierten. En die haal je onder de kraan, want tussen die bladeren van de prei, daar zit aarde. En dat lust ik niet. En jij ook niet. Dus die aarde moet eruit weg.
Maar als je een prei overlangs twee keer doorsnijdt, dan valt hij helemaal open als een bloem. Dan kan je hem zo afspoelen. Nou, dan haal je de vergeelde blaadjes, whatever, haal je eraf. En dan chop, 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 chop. Ja, daar praat je over 1 mm per chop. Als je 30 centimeter hebt, dan heb je dus 300 keer te choppen. 150 keer te choppen. Als je begint met chop, 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 dat schiet niet op, hè? Want dat chop, 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 chop. Nou, daar ben je echt wel een minuut of 2 minuten mee bezig, hè? Om zo'n prei mooi te choppen. Zo'n hele schone prei, dode blaadjes eraf, alleen maar prei. En dan helemaal tot aan het worteltje. Want het witte van de prei, daar zit hem juist de smaak in. Hè? Nou, dan doe je de prei doe je erbij. En dan gaat het helemaal sissen. Die prei die heeft heel veel water. En dan hup, doorroeren, doorroeren, doorroeren. En als het goed is, dan heb je die lucht van die uien die gebakken zijn. De paprika. En die prei die meevecht om... Ja, maar als dat goed ruikt, huppakee, dan gaat de macaroni gaat erin. Nou, wat zijn we vergeten? Dat is tomaat. Maar dat doen we met ketchup. Je kan wel heel moeilijk gaan lopen doen en tomaten lopen pellen en zo. Maar ketchup is uitstekend, jongen. En dan... vraag je aan de gasten hoeveel wil je 1 gebakken ei er bovenop of 2? En je gasten dienen te zeggen 2. En dan het bakken van een ei, dat maakt niet uit, maar hoe je dat moet doen, hè? Wat ik lekker vind. Is hoe die Chinezen die eieren bakken. Bij de nasi dan, hè? Niet alle, maar ze hebben dat trucje. En dat werkt als volgt. Je hebt een koekenpan. En die maak je niet te warm. En daar gaat een goede scheut olie in. Van mijn part frituurolie. Slaolie, zeg maar. Nou, die olie die laat je heel langzaam warm worden. En als die iets van 60 graden is, zo, dan kan beginnen als die nog koud is. Maar hij mag niet te heet worden. Dat is erg belangrijk. Dan wordt het ei wordt gekookt in de olie. De temperatuur van die olie heel laag houden. Dan krijgen ze een lekker snotterig... een geheel, zonder harde randjes, niks niet. Een lekkere... En die leg je er bovenop. 1 of 2. Dat is pasta à la mama. Uitgewerkt door haar zoon. Perry Franciscus Martinez Winkel. En net zoals Alan Watt neem ik afscheid op dezelfde manier. En dat is op zijn hamburgers. Zag ik. Tjus. En dag lieverds.